Volgens mij zitten we met Nederlanders. Dat is niet heel slecht. Make no mistake. Ik heb 2,2 seconden cooldown op mijn stun. Oh, Roe, jammer. Die grap. Beste grap. Wat een rager is echt de gemiddelde Nederlander op dit moment. Ja. Ik ben echt alleen maar mijn Q aan het gooien. Overal. Dat is toch de bedoeling? Deze gold gain ook gewoon, hè? Leuk toch? Wow, dat was een flash van Vladimir. Ik zie hier nog niks. Oh. Oh, ik had mijn E alweer. Oh, mijn E heeft 1,6 seconden cooldown. Ja, dat is hartstikke Jezus nou. Je moet... Daar was ik even vergeten. Je moet trouwens één item van de tech speed bouwen en je hebt gelijk alles vol. Ja, inderdaad. Gewoon op elke AP die. Kijk, ik ga heel de dit doen, Jelle. Let op. Kijk dit. Als je AP bent en je bent ranged, koop je een Nashus toe. En dan heb je gelijk gewonnen. Ik ga zo vlakken. Dit is echt zo funny. Hier, Jelle, tank het nog een keer. Je kan echt zo vaak je Q doen als Ezreal. Dat staat er gewoon nergens meer op. Ah, ik kan hem net niet. Hij is al bijna dood, hè, Jelle. Als je hem één keer raakt en daarna wegrent. Hé, hey, mijn Q is een beestje. Jelle, waar ga je? Wacht maar. Waarom focust de turret ons? Wat is dit? I have my orders. Kom. Oh. Jelle, waar ga je? Kom terug. Ik ben er al. Ik heb toch teleport met 40 seconden cooldown. Ja, ik bedoel, ik heb toch flash met 60 seconden cooldown, dus... Ik jammer dat ze hier gehoord hebben. Die Q gaat echt zo fucking slecht. Jelle doet ook gewoon heel de Q. Jelle, terug! Ik had hem voor je! Ja, ga weg man. Jezus. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ik had hem wel nog. Nee. Hey. Kijk deze heen, Karim. Hij doet gewoon constant zijn Q. Kijk dit. Wilde, hoor jij ook te doen? Ik ga ook heten alles. Gast, mijn Q heeft een cooldown van 1,8 seconden. Dat klinkt echt als zoveel eigenlijk. Ja, dan zie je dit. Ik weet het, Rick. Daar komt Garen alweer terug geteleporteerd. Kijk maar op top lopen. Dit is zo funny. Ik zit echt om de halve seconde om weer een Q te schieten. Zij hebben echt een verschrikkelijke lane op het moment. Oh ja, we hebben... Ah, ik kan nog niet stunnen. Oh ja, we hebben Divine Man. Lekker hoor. Zo, Rick, je bent Jelle, je moet niet te veel turret uit, man. Ah. Ik ben er al! Grab hem! Hey. Hier is een Ward, TP maar. Hey, Jelle, om heel eerlijk te zijn, is het bijna nog gunstiger om dood te gaan ook. Ja, daarom, noem je niet terug te recallen. Je doet gewoon een lijstje, de vibe, en je bent gewoon weer terug. Ik hoop me wel tegen dat jij geen TP hebt. Ja, dat is niet goed. Maar mijn flash is er wel. Met een echt heel je volgens mij. Jezus, Jelle, je bent echt een geloof. Ik doe echt geen damage. Helemaal niks. Nee, hoe zou ik ook damage moeten doen nu? Nou... Q. No. Ik ben heel de tijd op mijn Q aan het drukken, maar mijn Q heeft ook 2 seconden cooldown. Oh, balen. Je kan alleen geen cooldown doen. Holy damn! Nee, ik ga wel vaak dood. Jongens, laten we even kijken. Wow. Laten we even kijken. Hij flashte mijn Q. Dat is best wel epic. I have my order. TP. Hij flasht de serieus waar gewoon over mijn Q heen. Ja, Karim campt hem op top, hè. Rest. Hmm.
Ik kan gewoon mijn W constant gebruiken. Dag Jelle, het was gezellig. Mijn W geeft me een boost voor 3 seconden en de cooldown is 2,8. Klaar voor Marco, gaan we de YOLO in. Maar ik heb gewoon dus altijd heb ik extra Magic Resistant Armor. Hashtag YOLO. Hij gaat er ook YOLO in. Ja, ik ben toch dood. Ga dan terug, ga dan terug. Oeh, hij kan hem echt al level 7. Ik kijk daar bedoel. Oh joh, hoe kan dit? Hij gooit gewoon die shadow dingen neer en gooit gewoon vaak dat ninja steen. Nee, het gaat erom dat ik mijn E deed, maar hij sprong er op de een of andere manier uit. Het sloeg nergens op, hij had al lang dood moeten zijn. Ze gaan voelen, ze gaan nog voelen, maar dat weten ze niet. Ze gaan het nog voelen. Als ik ooit nog lifesteal kan krijgen. Ja, het zijn ook echt allemaal Nederlanders. Ik ben allemaal pre-made. Ik had ook echt om de seconde arcane shift of zo. Wacht, jij kan dan ook om de seconde teleporten, toch? Niet ik. Lucky. Ja, jij. Hey jongens, nee. Teleport is allemaal mijn top. Ik heb geen teleport. Ah, ik ben de enige met teleport. We hebben allemaal revive, Jella. Ik heb ook teleport. Ja, wij zijn. Ken je summoner spells van je medeteam aan die dingen? Ken jij ook nooit? Jij zegt altijd, waarom gebruik je heal niet? Oh wacht, jij hebt geen heal. Helemaal niet, dat zeg ik nooit, want niemand heeft heal. What the fuck, man. Wat? Zeg, kom maar top volgens mij. Maar dan niet. Rick. Wat was het voor aids? Oh, kut, daar zet. Toch dus. Ah, ik ben neppert gehuld. Marco, terug. Lekker, ja, weet ik veel. Jij zegt niks. An ally has been slain. Deze aids, hè. Never retreat. Enemy killing spree. Waarom heb ik wel kost over de laser, hè? Ja, maar ik moet eerst even. Ik ben bijna level 6. Kut, mijn muis is weer leeg. Kom maar. Ik kan hem weer niet gebruiken. De bomma kan me niet normaal spelen door deze muis. Ik koop dan batterijen. Niet weg. Ik koop geen muis. Draadloze muis, Tim. Dat vooral. Of ook geen draadloze headset. Oké, okay, als ik nog één keer. Als ik nu dood ben, dan ga ik hem pakken. YOLO. Ik wil ook mijn ulti, maar ja, ik ben mijn dood. Oké, ik ga mijn huis halen. Oké, ik ga bot verdedigen. Oké, ik zou maar top verdedigen. Heb je face met een poppy? Ah, die turret gaat alleen zo slow. I do not tolerate cowardice. Heb je een beetje wave clear, Rick? Maar ik heb ook op 9 minuten al een bloodfurster. Oh! Wat was dit de bedoeling? Oh! Enemy double. Ja, kut fools. Het was de boel. Kan Vladimir niet gewoon constant onder de grond blijven? Zo goed als, maar het kost wel 20% van zijn HP. Ja, maar niemand kan hem raken als hij constant onder de grond blijft. Maar hij moet altijd heel even halen. Als je hem dan kan stillen. Oh, ik ben helemaal vergeten te reviven. Ik dacht er ook pas aan, later. Je hebt geen revive, oh, je hebt wel revive, dus wel revive. Die revive is echt heel snel terug. Hoe kan die Poppy nou heel tijd leven? Ik ben vol HP en dan vliegt ze erin, zei je bijna niks, toch leven. Poppy is super sterk. Wow. Vooral omdat Poppy, het enige zwakte van Poppy is mana. En die heeft ze nou niet meer. Die heeft ze niet, nee. Ik rol. Terwijl, ze heeft geen zwakte nu. Jongen, jongens, zeg. Oké, jongens, ik ben er weer. Nu gaan we wows. Elke 24 seconden spin to win. Yay.
elke 24 seconden Noxium guillotineert in. Ja, maar dat van jou is puur killstil gericht. Hey, elke 16 seconden True Shot Barrage. Elke 16 seconden Solar Flare. Ik heb best wel wave clear zo. Marco, ik ook, ik doe 2 keer Q. Kijk of ze Dragon Dog gedaan hebben, ik denk het wel. Oké, okay, ik kan het niet winnen. Oh, Rick. Rick, je wordt gegankt. Jongens, even serieus. Vladimir is echt te... Nee, je moet gewoon niet alleen doen. Kijk deze damage op Marco. Hij kan om de 2 seconden healen. Oh nee, niet. De derde seconde. Kijk hoe snel hij zijn leven weer terug heeft. Ja, dat zeg ik. Gewoon elke 1 derde seconde doet hij gewoon pap. Double kill. Wauws. Raped, motherfucker. Roel, kom ook. Oh. Pin to win. Enemy rampage. Wacht even. Allemaal damage over time. Volgens mij kan Mundo hier ook wel redelijk sterk in zijn. Die heeft gewoon constant HP regeneration. Zo, met zijn ult inderdaad. Jongens, kom hierheen. Ook heel snel dan gelijk. Weet dat hij keihard aan het poken is, hè? Ja, maar als ik er één keer bij kan, dan is hij weg. Nog niet. Jongens, help hem dan. Ik ben er gewoon zo tanky mee. Beste killsteal, ah. Ik wil hem nog killstealen. Geef hem terug. Teleport. Ik ga hem terug. Ga verred. Poppy is hier. Poppy heeft red. Oh, daar is Zed. Kom weg. Oh, daar is Poppy. Leuk. Leuk. Waar ben ik de enige met 10 kills? Ga terug. Marco en Dingen, ga terug. Oh. Niet. Nee, dit is voor mij. Dit is voor mij. My destination is zo, wat Poppy ook doet gaan aan damage. Deze. Poppy is nu echt heet, zeg. Killing spree. Dead Ezreal. Oh, kom. Ik heb de volgende kill alvast. Dat ik weer dood ga. Wil je pompen met Leona? Ja, Leona is fucking sterk. Ja, inderdaad. Ik bedoel, als je weet hoe je Leona moet spelen, kan je er echt gewoon keihard mee carryen. Ja? Ja, klopt. Ja. Ik heb het ook een keer gedaan. Als je de juiste items koopt. Ik heb ook. Ik ga ook voor een Iceborne kamp. En daar kun je zo makkelijk mee carryen. Ja, maar weet je wat het dan is? Dan carry je niet als zijn de damage, en dan carry je gewoon als tank. Met een Iceborne. Als je een early en Iceborne kamp hebt, kan je de meeste mensen 1v1. Lachen. Ja, dat is ook waar. Ik heb ook gewoon een keer een ranked game gecarried omdat ik de tankie was. Ik kon hem gewoon niet killen. Marco. Ja. Go. Maar hij kan ook echt elke seconde shadow gooien. Hey, heus, ik heb een kill. Oh, daar is Poppy hoor. Daar is Poppy hoor, jongen. Ja, het is Poppy. Een ally has been slain. Enemy double kill. Ik heb dat er nou weer iemand moet tp'en. Poppy doet het al damage. Waar is Poppy? Lekker. Ja, maar je weet dat je tegen Ezreal niet midden op de lane moet gaan staan recallen, jongens. Oh, daar is Poppy. Kom maar. Ik word hier gereed, man. Niet normaal. Het kan om de 2 seconden kan ze de muur in slaan en pakken. Dit is echt hele tijd, hè. Kijk dit. Dit is niet normaal. Wat, Marco? Gekte. Nou, dat kwam niet helemaal door mij, maar... Maakt niet uit. Gewoon de eer op ijs. Zowel, als je de kill pakt, niet gewoon de eer bijzen. Ja, toch? Nee. Even serieus, ik sta 1 om 8. Wauw. Ik dacht dat Wukong... Ik sta 6 om 3. Maar ik dacht dat Wukong goed was hierop, maar het valt best wel mee.
Ik had hem beter verwacht. Ja, maar dat had ik ook met Caitlyn vanmiddag. Ik dacht dat Caitlyn echt super hier was, maar dat voelt eigenlijk best wel mee. Ze zijn echt veel betere. Varus is wel echt geweldig hierop. Varus is wel cool, want ik heb gewoon... Wauw, ik val met een flash. Ik ben dood. Wat? Marco, jij moet Poppy aanvallen. Doe ik ook. Nou, ze is dood hoor, jongen. Beest. De rest alleen maar tanky. Hallo. Nou, nou. Wow, Sonia, hoe snel is Sonia is terug dan? 90 seconden gewoon nog. Dat is jammer. Volgens mij gaan actives gewoon... Sonia is... Ja, Sonia is aan 90 seconden. Oh, hey Karim hier zo. Ga terug, met laag. La 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 la. Hey Karim, Marco. Snel. Jelle. Dat is echt gewoon zo spastisch ook, hoe het eruit ziet. Cut the dragon even. Jongens, ik wil blue. Ik heb mana en cooldown reductie nodig. Oh, sorry. Pas op, top. Ze komen volgens mij er allemaal aan. Jongen, ik ben Poppy aan het 1v1. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar... Ze komen naar Jelle. Jelle, doe lekker uit, hè. Dominating. We komen hierheen. Hij is snel. Ik kan Poppy 1v1. Jammer dat die Zet ook achteraan geïnfecteerd kwam. Waarom kiezen mensen eigenlijk Garen? Omdat je daarmee kills krijgt. Ja, dat je gewoon je ult krijgt. Dus je kunt hem niet dat toch aan het zetten. Wacht, ik heb een 5. Ja! Ja! Ik ga zo maar een kill halen! Of niet? Bijna. Nee! Nee, ga weg! Nee! Jammer! Dit maakt me moe. Hij is echt slecht hierop, man. Hij kan echt niks. Nou, champions die achterop raken hier, die zijn gewoon super slecht. Dat had ik ook. Ik ging het eerste potje met Lee Sin. Ik raakte een beetje achterop en ik was echt gelijk compleet elke keer dood. Oh ja, wacht. Oh, revive. Ga niet zet, Jason. Dus ik vergeet steeds dat ik revive heb. Dus je kan revive echt de hele tijd doen, joh. Waarom? Oh, is Poppy. Ja, niet als je Poppy wordt aangevallen, dan lukt het niet meer. Nee, niet voor mij. Jongens, ik heb 4500 gold. Ik was gewoon een kill aan het securen, Jelle. Verdorie, elke keer als ik tegen die Poppy vecht, staat Zet er ook naast. Ga niet, het zijn er drie. Ik wil even wachten op mijn Infinity Edge, jongens. En dan ben ik full build bijna. Omg! Ik heb een kill. Ik ben trots op mezelf. Even allemaal ter nagedachtenis aan Zet. Als je nou kill hierop bent, hoe goed zou dat zijn? Heet het Invulnerable. Ze komen terug. Ja, sorry Marco. Ik ren maar. Wat denk ik dat ik aan het doen ben? Nou, niet hard genoeg rennen, hè? Jongens, dat was 50 damage. Ik denk dat we moeten gaan groepen. Ja. Ja, op dit moment. Oh, ik heb natuurlijk mijn revive. Oh ja. Ik was nu ook vergeten. Jee. Dit is zo mooi, hè, die revive. Heb serieus. Oh, de Edge. Oh. Dit is echt niks gedaan. Ik probeerde nog een beetje al, maar... Oh, dit is Leona. Never retreat. Gaat er helemaal voor, hè? Even serieus. Ja, echt gewoon twee. Jelle, GG.
Leo is zo sterk. Ik moet wel even Wurf zeggen nu. Oh, oh ja. Nooit, hoeveel lifesteal hebben die gasten? Nou, meer dan jij. Ja, inderdaad. Oh, die was echt super scheef. Urf. Ik heb wel grappig. Holy shit. Oh shit. Hello? Ik heb een lang. Ja, ik heb een Nee. Ik hou wel tegen. Hebben Dory. Juist. Ook deze ulti van Vladimir. Nou Jella, zet je W aan. What the fuck. Gebruik je E, YOLO. Poppy is te snel, Poppy krijgt speed boost. Kut leven. Oké, ik ga maar eens wat extra health erbij. Het ziet er gewoon zo spastisch uit dat elke 3 seconden die W van me afkomt. Wat dacht je van mijn dingen staan? Nou, wat denk je van bij Blitzcrank zit je ook heel de tijd met je W. Gewoon W, W. Jelle, woehoe! Zie mij vliegen! Woehoe! Ja, maar ik zit gewoon constant boven de 300 armor. Hey, kom solo Baron even. Okay. Ik zit gewoon constant boven de 300 armor. Ik hou je wel bezig. Ik ga een Blitzcrank Force halen, denk ik. Dan heb ik wat meer movement speed nog. Wat? Ik ben mid. Rick, revive. Ja, die heb ik niet. Gaan we er via achterin? Ja. Ik ben te low, ik kom er wel in gerend. Ja, ik wacht wel even, want er staat nu geen turret meer. Let's go. Gaan we de YOLO in? Ja. Dat is een vraag, natuurlijk. Gaan we de YOLO in? Hallo, YOLO is ons handelsman. Comeback is on, jongens. Even serieus, comeback is on. Jelle, doet van Devon. Onge! Wat? Jelle, pak hem! Pak hem! Vladimir is echt de tankie, je kan echt niks met Vladimir. Jelle, jij doet echt traag. Nee joh! Poppy, lekker hoor Jelle. Jelle heeft echt weinig damage, dat is overduidelijk. Ik heb 240 attack damage, dus ik vind het nog aardig. Waarom deed je ulti dan nog niet? Omdat hij nog op cooldown was, ik kwam net voor cooldown. Cooldown? Ja. Cooldown? Hier? Ja, zo hebben ze zelfs nog cooldown, ja. Zo. Nou, oh wacht, revive. We pakken Vladimir, doorlopen jongens. Pas maar op, hij doet fucking veel damage. Ja. Dat is mijn grap. Grappig. Lol. I will not rest. Oh, kom. Your turret has been destroyed. Ah, flash. Anne, ik heb mijn ulti voor niks gebruikt, maar. Ja, dat was goed aan man, weet je wel. De site school. Hey, leg je, jee. Hier. André. Hoor, ik ben er niet. Wacht op mij! Die ulti wilde die gewoon nog even. Nee, dat is niet slim! Oh fuck. Ik had zoveel speed boost dat ik door een minion ben aangevallen. Rick, kom mee. Nee! Oh! Bijna goed hoor. Ja. Oké, Vladimir doet echt te veel damage. Ja. Het is echt niet gezond. En ik ben full build. Ik moet nog... Twee ik moet nog eentje. Ik ook nog Spirit Visage en...
Zo, ik heb 15 dead. Oh. Nou, kom op zeg. Het is altijd weer die kutset die ineens moet komen. Dat is een map. Nou, Marco, kom op hand hoor. Laat maar, hij is snel. Oké, Rick. We gaan naar mid. We gaan hem pakken nu. Ja! Het is jammer dat ik geen revive heb, anders had ik echt super speed boost. Oké. Okay. Mijn eten staat op tafel. Pech voor je. Alsof we dit gaan winnen. Ik kan iedereen in een team 1v1, ik kan ze alleen niet 2v1. Ik ben niet tanky genoeg, dus als ik maar een tank bij me heb. En dan vallen ze met jou aan. Ze staan zo boven me. Nee. Maar die 5 is zo leuk hierop. Nee! Ik ga hier met zo'n irritant. Zoveel damage moet hij ook gewoon, ja. Ja, omdat hij altijd goed kan doen. Ze doen allemaal veel damage. Nou, ik ben gewoon aan het uitproberen welke champions geschikt zijn en welke. Maar... Poppy is best wel fucking goed. Nou jongen, mag ik gaan? Want het is best wel afgelopen. Mag, maar mijn record hier wel. Nee, nee, het is geen 1 april grapje. Ja, ja, leuk. An enemy has been slain. Oh, hier, hier, ik rem. Your inhibitor has been destroyed. Hij is te snel. 1 april, kikker in jouw bil. Oké. Okay. Geen kikker in je bil? Nee, daar hou ik niet zo van. Freek houdt meer van andere dingen in zijn bil. Freek houdt er wel van. Het Freek van kikkers in zijn bil? Ja, en andere dingen. Ook dat er gewoon 120 kills zijn gemaakt dan. Dat zegt toch echt wat. Oh, Marco! Dat moet je echt vaker doen. Jongens, Poppy maakt het af. Terug, snel terug. On my way. En onderweg. Gaat afmaken, wat een graag. Of niet, als je dat gaat. En ja, dat was een kaart. Oh, kut! Dat kan je noemen als een kaart. Age. Oké, nu gaat hij eraan. Is hij nog niet dood? Jawel. Daar zit. Natuurlijk voor mij. Onke! Kom allemaal mee. Kom allemaal pushen. Oh, ik maak een misklik. Oh nee, valt mee. Hij raakt de Karen nog. Jongens, ik kan onder 2 seconden mijn Q doen. Dat is echt grappig. Ik denk het wel. Loop maar door. Nou, zo haat hij je. Serieus, een Guardian Angel. Oké, okay, we gaan door, gaan door, gaan door. Inderdaad, het is alleen Poppy. Jongens, jullie weten dat Poppy hem heeft, hè? Oh shit. Ja. Nee, wij zijn sneller, wij zijn sneller. Go, go, go. We hebben hem. Ja! Ja, ja hoor. Zo. So. Die kut, Leo. Wel een nieuwe gameplay. Bedankt voor het kijken naar Lolbies. Vergeet niet te abonneren en te liken. En we zien jullie later.